De container heeft in de afgelopen 50 jaar grote effecten gehad, zowel op het niveau van de Rotterdamse haven en zeehavens, de Nederlandse economie, als de wereldeconomie. In de Rotterdamse haven zijn zo'n 250 miljoen containers in de afgelopen 50 jaar overgeslagen en is een heel containerlandschap ontstaan. In de Nederlandse economie is een hele nieuwe economische activiteit ontstaan rond die containers en de distributiecentra, waar ongeveer een derde van alle containers in verdwijnt. In de wereldeconomie denken we direct aan China. En ik denk dat de grote boom van de Chinese economie zonder de uitvinding van de container niet mogelijk zou zijn geweest. Ik denk, net zoals er niet een opvolger van het wiel is, is er ook niet een opvolger van de container. De container wordt alleen zelf veel slimmer. Eigenlijk gaan containers automatisch hun weg vinden van zeeschepen richting achterland. En dat betekent dat die container uitgerust wordt met een heleboel IT, dat er een heleboel dienstverlening rond de container zit. Dus de ontwikkeling van software, de ontwikkeling van de automatisering, de ontwikkeling van mensloze containerterminals. En die mensen die zijn heel erg nodig bij die ontwikkeling en bij het onderhoud van dat soort systemen. Ik denk dat de Rotterdamse haven en de Nederlandse transportsector heel belangrijk is in de toekomstige ontwikkeling van de container. Het slim maken van de container, het ontwerpen van containerterminals en het exporteren van die ontwerpkennis van containerterminals. Mijn naam is Bart Kuipers. Ik werk bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en ik hou me daar bezig met havens in de meest brede zin van het woord. En ik ben een expert op het gebied van containers. Ik geloof erin dat we in de toekomst steeds meer slimme containers krijgen. Van de domme doos naar de intelligente doos.